gewoon niet dat jij mij helpt. Hoe lang sta je hier al? Lang genoeg. Je stoort ons. Ja, dat zal wel. Want je gaat het dit keer niet appreciëren, Veronique, als je hoort wat ik te vertellen heb. Dus wat jij te zeggen hebt, daar zou ik schrik moeten van hebben. Nou, wel, volgens mij gaat het er toch niet goed van zijn, nee. Als jij zo in rebussen blijft praten, hè, dan denk ik niet dat ik daar schrik van zal hebben. En Werner ga ik het ook niet zo graag horen. Zeg dan wat je te zeggen hebt. Ja, Isabel, zeg alsjeblieft wat je te zeggen hebt. Kom. Allee, je wilt de korte pijn dus, maar goed, hè. Veronique hier, Werner is ons aan het bespioneren. Wat ben ik nou toch? Ja, dat briefje was wel voor Werner bestemd, hè, en niet voor u. Ik weet van niks. Wat voor briefje? Dat briefje dat ik aan Jenny heb gegeven. Dat was blijkbaar nog niet voorzichtig genoeg, want madame hier heeft dat zitten lezen. Ja, ik heb dat gelezen. En wat dan nog? Er stonden nu toch geen grote geheimen in? Ja, daar stond in of dat jij soms in dat restaurant Rijkendaal wou komen, maar aangezien dat ik je gezien heb op de binnenkoer. Maar bon, ik zal het in het vervolg dan komen terughalen, hè? Allee. Gaan eten in een restaurant Rijkendaal, dat is nu toch niet zo speciaal, hè, dat niemand dat mag weten? Nee, inderdaad. Nee. Voor normale mensen niet. Maar wel als je te doen hebt met een paranoïde zuster die haar broer geen twee seconden alleen kan laten. Jij bent paranoïd. Ja? Waarom zei jij dan naar restaurant Rijkendaal gekomen, Veronique? Hé? Wat waren we van plan misschien? Goedendag. Hoi. Shit, zeg, waar staat dat nu? Maar waar staat wat nu, wat? Zoekt jij iets? Ja, een telefoonnummer van... Ja, dat staat er niet in, hè. Ah, zeg, heb je Gilles Sabine gezien deze morgen? Nee, ik niet. Doe maar eens, zeg! Dat jongen, oh. Wat scheelt er nu? Heb je dus verhaard om 's morgens? Ja, ja, mag het, dank u. Ja, mag het. Is er iets met Sabine of zo? Juri, kan meer iets. Ja, maar kalm, ze ligt niet naar bed. Ze heeft er gewoon niet in gelegen zelfs. Die lakens zijn nog opgevouwen. Die is gewoon deze nacht niet thuis geweest. Allee, wat moet ik daar nu over zeggen? Als je al niet meer als vrienden kunt gaan eten zonder dat jij daar een romantische tijd van maakt. Dat heb ik niet gezegd. Nee, zeker. Dat zijn uw woorden, Veronique. Exact uw woorden. En je bent eerst zelf naar restaurant Rijkendaal gekomen en dan heb je het ook nog eens aan Valérie gaan zeggen. En wat je gaan zeggen bent, dat weet ik niet. Maar in elk geval niet wat wij daar gedaan hebben. Wel, Veronique. Ja, ik ben er geweest. Ik ga dat niet ontkennen. Maar ik heb lang gedacht dat zij te vertrouwen was, maar nu niet meer. Oh, daarom ze de mij gevolgd. Ben ik dan ook niet te vertrouwen? Jawel. Oh, nee, blijkbaar niet, hè? Of heb je de schrik dat ik nog eens een scheve schaats ga rijden? Je ging me dan tegenhouden, zeker? Oh, nee. Allee, wat deed je daar dan? Ja, als jij denkt hè, dat zij je gaat helpen, hè? Dat zij ook maar één iets gaat doen voor u en Julie, hè? Dan heb je het wel serieus mis. Heb je ons dan ook staan afluisteren? Nee. Oh, nee, hoe weet je dan wat wij gezegd hebben? Je weet het niet, dus houd je mond. Ik heb gezien wat ik gezien heb. Ja, wat heb je dan gezien? Heb jij juist niks gezien? Ja, ik zie veel meer ja, dan jij. Je ziet ze vliegen, ja. Nee, Veronique. Ik moet je gedrag niet proberen goed te praten. Het lukt toch niet meer. Weet je wat, zullen we het hier eens over uw gedrag hebben? Want dat is veel interessanter. Jij met al uw geheimen en uw valse... Veronique, houd erover op, ja, alstublieft. Nee, ik vraag het niet. Die jaloezie van u, dat stekt net tot hier, hè. Altijd uw willeke doordrijven en als iemand niet akkoord is, dan is het een onnozelaar. Mijn kotsbeu, hè. Ik heb mijn eigen leven en ik wil dat leven hoe dat ik dat wil. Nou, toch bedankt. Ja, nee, ik dacht dat ze misschien rechts naar school was, maar... Ja, ja, absoluut. Als het hier toe komt, dan laat ik zeker iets weten, ja. Oké, bedankt, hè. Dag. Bij Karin is het ook al niet. Dat was haar moeder. Jean-Pierre, zit daar nog koffie? Zeg, maar als ze niet is thuisgekomen, waar kan ze dan wel zijn? Laat ons eens nadenken. Ja, ik kan niet denken, jongens. Ik ben gewoon te nerveus. Die is hier gewoon niet. Ja, verdomme. Dus, Juri, waar kan ze dan wel zijn? Denk eens na, kom aan. En op school is ook niemand haar boekentas staat hier nog. De boekentas die kan ze hier vergeten zijn. Hè. Als ze pen en papier vraagt aan een vriendin, dan zal ze die vandaag niet meer komen halen. Ik heb al gebeld, hè. Op school is ze niet. Ja, maar ik denk niet dat hij dat heeft meegekregen. Zijn kop staat namelijk nog een beetje op nachttarief, hè? Als eerste buurt thuis komt, hij wat meemaken. Ze kletsen op haar blootgat, hè. Misschien...
Misschien is het dan toch beter dat we de politie waarschuwen. Hè? Ja, dat lijkt me een beetje vroeg. Ze is nog geen 24 uur weg. Ja, maar hè, het is wel rap gebeurd vandaag de dag, hè? Hè? Maar ja, nee, maar Juri, dat kunnen we later nog altijd doen. Weet je wat? Belt eerst nog een paar van haar vriendinnetjes op. Je weet nooit. Nou ja, misschien is het zo simpel als dat. Zeg, politie. Hanneke, laat dat nu. Felicien zal het straks wel doen. Ik ben dat zo gewoon. In Italië heb ik geen Felicien die mijn was en mijn plas doet. Ik heb wel een Felicien, dus. Ik vind dat plezant om te doen, mama. Hoe lang had je mij nog ontwijken? Of liever mijn vraag. Heb jij iets gevraagd? Anneke, we weten allebei dat je niet naar hier gekomen bent voor een beleefdheidsbezoekje. Hm? Zo ver is het tussen ons toch niet gekomen? Tuurlijk niet. Ja, wel dan? Is niks, mama. Echt. Iets met Lou. Waarom is hij niet meegekomen? Hij moest werken. Hij kon niet meekomen. Toch geen problemen? Anneke, ik ken het toch langer dan van vandaag, hè? Ik voel gewoon als er iets dwars zit. Wat mij op dit moment dwars zit, zei jij, mama. Hoe dat jij je in de nesten hebt gewerkt. Oh, pardon? Je hebt alles en iedereen tegen u. Jij luistert veel te veel naar Felicien, jij. Jean-Pierre is toch weggegaan, of niet? Reden genoeg lijkt mij om direct naar hier te komen. Het wordt tijd dat iemand u eens gaat aanpakken. Ja. Leeg? Ja. Ik zal niet bezitten. Ja, ik weet het niet, anders zou ik je niet bellen. Ah ja. Nadorst? Hé? De scène, nadorst. Waarschijnlijk wel, ja. En jij? Ik heb elke morgen goesting in koffie, dat weet je toch? Je bent de wagen naar huis gekomen? Nee, dit is een vriend van Sterren heeft ons thuisgebracht. Ah, bon. En die had niet te veel gedronken. Die vriend van Sterren heet Bob. Goed? Aha. Dat mag misschien nog een beetje bezorgd zijn. Maar tuurlijk, dat mag, dat mag. Maar het belangrijkste is toch wel dat ik me geamuseerd heb, of niet? Hé? Ja, allee, ik heb ze allemaal gehad. De laatste twee die pakten niet op, maar ja, die zullen gaan werken zijn. En de kinderen naar school. Dat is logisch, hè? Ja. Misschien, jullie maken ons toch wel een beetje te veel zorgen, hè? Ja, ik weet toch niet. Ik heb toch veel goesting om nu de flikken te bellen, hè? Ja, als dat jij juist, hè? Wacht. Secondje. Ja, wel, sorry, ik maak mij ongerust. Alleen, wat is er misschien niet gebeurd? Hmm. Ja, maar jullie moet nu niet direct de rechtste denken, hè? Zeg, jongens. En op school? Daar is ze niet. Ik heb toch al gebeld. Misschien is het wel geen school. Dat kan. Een verlofdag. Een studiedag. Ik zei daar thuis nooit iets over. Ja, in mijn tijd, hè. Weet je waarom? Dan kon ik de hele dag op café zitten. Ja, Senne, Sabine is niemand die helemaal in café zit. Het is al goed. Ze zijn elkaar gewoon op stang aan het jagen en dat is nergens voor nodig, ja? Ik zou toch nog eens bellen naar school. Misschien moet er wel eens iemand echt naar school gaan en eens zien wat er echt van waar is. Hè? Ja, oké, het is goed. Ik zal naar school gaan. Als ze daar dan is, dan... Dan ja. Ja, fijn. Toch? Naar school. Hoi. Goed, hè? Op café. Ik ga naar boven. Ja, want je koffie werkt nog. Hoi, ik ben boven, hè. Ik moet even... Juri, veel succes, hè? Ja, succes, Juri. Ja, zie. Zeg, maar moeten wij niet helpen zoeken? Allee, jij kunt naar school gaan en misschien kunnen wij ergens anders... Ja, als er iets is dat wij kunnen doen, Juri, met veel plezier. Nee, maar ga jij maar wat crashen in je bed. Ik zal wel zoeken. Gewoon naar school en zal ik wel zien. Maar... Dank je wel. Is die nu echt aan Valerie gaan zeggen dat wij iets met elkaar hebben? Valerie heeft mij deze morgen zelf verteld. En het moet blijkbaar heel overtuigend zijn overgekomen, want ze is daarna zelf komen kijken. Valerie? Ja, Valerie was ook in dat restaurant. Dat is dus twee keer dat wij twee bekende gezichten niet hebben opgemerkt. Allee, hoe heeft hij zoiets kunnen doen? Weet je wat, ik heb medelijden met Veronique. Ja, we zullen er aan tijd wel mee stoppen. Maar allee, Werner, uw eigen zuster. Ja, mijn eigen zus, ik weet het.
Ze wil alles naar haar hand zetten. En het enige wat ze bereikte, is dat ze alles naar de kloten helpt. Nee, je begint je ook niet depressief te doen, hè? Nee, ik begin niet depressief te doen. Ik ben depressief. Dan moet je daar wel tegen vechten, hè? Isabel, jij probeert gewoon Valérie haar vertrouwen in mij te verstevigen. En het enige wat zij doet, is... Enfin, het is weer om zeep, hè. Ja, je gaat er al van uit dat Valérie al die leugens van Veronique gaat geloven, of wat? Ze is toch komen zien? En wat heeft ze gezien, Werner? Dat wij daar aan een tafeltje zaten en iets zaten te eten? Meer niet, hè? Ik weet ook niet wat Veronique van plan is, maar het zal in elk geval niet zo lukken bij Valérie. Ik hoop het. Nee, ik weet het zeker. Sabine? Ik luister. Ik hoor niks. Godverdomme. Hey, zeg, waar heb jij gezeten? Ik heb uren aan de telefoon gehangen, hè, om u te zoeken. Sabine, wij waren dood ongerust over u. Enfin, vooral Jori, dat snapte toch wel? Dat is toch voor niks nodig? Nee, het zal nog eens niet. Als uw kleinste zusje niet thuis komt s'nachts, zou je zelf niet een klein beetje panikeren? Ik ben er nu toch? Zo, luister eens hier, madame. Jori, kalm, oké. Okay. Zeg, Sabine, zou je ons misschien willen vertellen waar je deze nacht gezeten hebt? Ik ben naar die vijf geweest. Daar heb ik toch van alles over verteld? Nou, jongens, zo moeilijk is dat toch niet? Ze is naar die vijf geweest. Dat heeft wel lang geduurd. En ze is daar blijven slapen. Tuurlijk ben ik daar blijven slapen. Ja, waar dan? Ik heb alles en iedereen afgebeld. Maar zult je Jasmin vergeten zijn? Jasmin? Ja, mijn nieuwe vriendin. Ik heb je daar toch ook al over verteld? Nee, dat heb jij niet gedaan. Jawel? Nee, dat is niet waar. Wacht, Jori, wacht. Zo, kom er niet uit. Hè? Zeg, Sabine, vind jij dat niet logisch dat jij ons eerst een telefoontje zou geven? Hè? Vind je dat niet meer dan normaal? Ja, dat is minder dan het minste, hè, zeg. Jori. Maar het is toch waar? Ik heb me naar de flikken gebeld. Ja, ik had je naast vermist opgegeven. Het is nu ook niet het moment om je te laten gaan, hè, zeg. Trouwens, dat van Veronique is ook niet zo erg. Nee, nee. Die is impulsief gewoon, hè. Die moeten we een beetje in toom houden. Maar af en toe is hard aanpakken, ja. Dat is wat ze nodig heeft. Ja, ik heb zo mijn twijfels dat dat werkt, hè, Veronique. Of dat wat dan ook werkt, zelfs. Net wat jij moet doen, alles is goed laten bezinken. En bij Valérie, hè, is er nog niks verloren. Ik heb haar uitgelegd dat wij over Julie gepraat hebben en zo. En dat nog veel te vroeg is nu. Maakt u daar geen zorgen over. Zo, welke torens, hè? We gaan gewoon Veronique een beetje moeten in toog houden, hè, natuurlijk. En haar vooral niks zeggen. Dus zegt ook niet dat wij overmorgen opnieuw hebben afgesproken, hè. Ik denk dat ze dat beter nu niet weet. Nee, ik zeg daar niks over. Al problemen genoeg tussen mij en Valérie. Tot overmorgen dan. Zo. Ciao. Ja. Maar kom aan, zeg. Allee, doe nu eens niet zo. Maar ik, hè? Dat is gezien dat jij doet. Maar doe die precies niet veel. Hè. Ik kan er niet mee lachen, hè. Dat is wel duidelijk. Ja, ik kan nog veel duidelijker zijn als wacht, ik wil. Wacht. Sabine, waarom ben je dan niet naar school gegaan? Jori, had jullie er al gebeld? Ik heb ook met de school gebeld. Ik heb gezegd dat ik ziek was en dat ik vandaag niet kon komen. Wat heb jij gedaan? En die geloven dat zomaar. Geen doktersbriefje of niks. Oh, dat heb ik in mijn tijd niet moeten proberen, brossen. Je wilt toch niet zeggen dat jij in uw tijd nooit hebt gebrost? Dat heb ik inderdaad nooit gedaan. Was ik je zelf bang voor? Zeg jij, ga het wel? Ja, kom aan, wat is dat hier allemaal? Ik ben toch oud genoeg om zelf te beslissen? Nee, dat zit jij niet, hè? Jij bent mijn vader niet, hè? Nee, maar hij heeft wel gelijk. Ja, ik ga slapen. Nee, jij blijft hier, ik zal alles uitleggen. Kom. Ik voel me niet goed, ik ben ziek. Nee, Anne, ik wil het er niet over hebben. Dat zou je goed kunnen doen. Het is allemaal veel minder erg dan dat Felicien dat laat uitschijnen. Erover spreken, dat lucht op. Ik bedoel, wie hebt jij nog bij wie je hart kunt uitstorten? Oh, ik sta er niet alleen voor, hè. Nee, je hebt mij nu. Luister eens aan. We hebben nooit, of ja, ooit, hadden we niet zo'n goede verhouding, jij en ik, hè. En ik geef toe, grotendeels was dat mijn schuld. We hebben nooit zoveel gepraat. En om dat dan nu van de ene op de andere dag wel te doen... Moet kunnen, vind ik. Ik vind het verschrikkelijk om te zien dat jij je allemaal dingen in je hoofd haalt die helemaal niet waar zijn.
Ach, je zit hier een paar uren. Jij weet al direct wat dat... Zoals Rosa en Jean-Pierre, dat die een relatie zouden hebben. Reden waarom jij Jean-Pierre pijn wil doen en Rosa haar huis mag kopen, terwijl die helemaal geen relatie hebben. Heb jij een glazen bol daar in Toscane? Dat je de hele wereld kunt zien, iedereen bespioneren. Ja, waaruit besluit je dat Jean-Pierre iets met Rosa heeft? Het laatste wat hij had moeten doen, was bij haar intrekken. Tijdelijk. Op kamers. Wat hij nu nog doet, ergens anders, heeft Félicien mij gezegd. Félicien, Félicien. Mama, met kerstmis heb ik toch gezien dat Jean-Pierre zot van u is. Zo'n eerlijke, lieve man. En jij laat zo iemand gaan. Waarom? Ach, jij vindt dus dat mijn fout is? Allee. Het is uit, het is gedaan, dus het is mijn schuld. Ah ja, natuurlijk. Waar is het scheef gelopen? Blijkbaar ben ik verkeerd. En zeg me dan dat het wel gegaan is. Een andere keer. Ik moet nu weg. Je gaat er niet onderuit komen. Vanavond. Past u dat? Ik vertrek niet voor het tussen u en Jean-Pierre goed komt. Ik ben blij te horen dat je u hier permanent gaat komen vestigen. Oh, mama. Nee, waarmee we terug zijn bij mijn eerste vraag. Hoe lang gaat je blijven? Ik weet het niet. Ik heb 10 dagen verlof genomen. Dat kan langer zijn, korter. Ik zie wel. Jij gaat er ook niet onderuit komen, hoor. Jij vertrekt niet terug naar Toscane voor ik weet wat er aan de hand is. Zo heb ik ze dus nog nooit meegemaakt, hè. Dat is precies ons Sabine niet meer. Volgens mij is er veel meer achter, hè. Ja, als ze mij niet alles vertelt, dat is mij ook wel duidelijk. Ach, jongens, dat is zo erg is het allemaal niet. Dat meisje is jong, die moet kunnen zot doen, die is aan het ontwikkelen. Die zit volop in haar puberteit. We zijn toch allemaal zo geweest? We zijn niet allemaal zo geweest. Ach. Zeker niet op die manier. Nou, zoals je nu bezig bent, hè. Niet goed. Jean-Pierre? Ik denk dat je dat een beetje strenger moet aanpakken, ja. Maar het is mijn probleem, hè. Niet dat van u, niet van Marie en niet van Senna. Ja, en je moet je nu ook niet met alles gaan moeien, hè. Ik dacht dat mijn mening gevraagd werd, Marie. Maar als jullie zelf aan opvoeding willen gaan doen... Oké, kindjes. Good luck. Have a nice day. Voilà. Nu is die mens in zijn gat gebeten. Maar hij bedoelt dat goed. Echt waar, hij bedoelt dat goed? Jij kunt soms onduidelijk zijn. Ja, mannetjes, kan er even wachten. Ik zit hier met een klein probleem, ja. En jij wilde nu probleem zelf oplossen, heb je zelf gezegd. Ja, omdat ik voor haar verantwoordelijk ben, ja. Ik moet met haar spreken, hè. Ja, dat moet. Ja, maar Juri, ik zou dat nu niet doen. Het is echt niet het goede moment. Alles wat je nu gaat zeggen, dat... Ja, dat gaat averechts werken. Dat ja. Weet ik ook, want ik ben al veel te laat voor het werk. Ja. Maar zo gemakkelijk gaan ze er toch niet vanaf komen, hè. Maar dat is toch wel straf. Jij mag hem goede raad geven. Uw vader, een wijs man, niet. Tja, kijk. Hoe is het met uw kater? Hm? Wie? Hoe is het met uw kater? Ah, met een kater? Ah, wel, je zegt daar zoiets, hè. Ja, net. Nu dat je erover spreekt, komt hij zo ineens in alle hevigheid weer opzetten. Zo. Auw! Oh. Oh. Zeg, kun jij mijn voeten eens masseren? Hè? Voilà, zijn. Alle assenbakken zijn proper en er zijn overal nieuwe bloemetjes. Wat nog? Zo wel, Luce. 2 pintjes voor dat verliefd koppeltje in de hoek. Oké, okay, geef maar hier. Zeg, Rosertje. Mm-hmm. Ik weet dat je wat afleiding zoekt, hè. Maar is deze de juiste manier? Je bent welkom, zijn we daar niet van. Maar alleen, ja, god, hier zomaar wat inspringen af en toe. Dat is nu toch echt niet wat je zoekt, hè. Jenny, ik wil gewoon nu even niet moeten nadenken. Trista komt, beloofd. Jenny, ik moet even weg. Allee, Werner, het is middag. Zeven zit dat hier stampvol. Ja, ik weet maar alles staat klaar. Zo. Ja, en waar moet jij naartoe? Kan dat niet wachten? Nee, ik weet niet. Iedereen loopt hier maar binnen en buiten, hè. Ik kan het weer allemaal alleen doen. Plezant is dat niet, zo. Maar, Jenny, geef mij toch? Zal ik wel wat helpen? Trouwens, Werner, misschien is dat wel een idee. Dat elke keer als hier iemand weg moet, dan zal ik komen inspringen. Nee, dat is een goed gedacht. Nou, en vermis dat hier toch zo'n duiventil is, zou dat wel eens een fulltime job mee overduren kunnen. Dat is waar, daar zit wel muziek in. Allee, ben ik aangenomen? Ja, meneer van mij zegt goed. Als je wat in de keuken helpt, is dat in orde. Ça va. Salut, hè. Meent je dat of heeft hij gewoon niet verstaan wat ik zeg? Van allebei een beetje, denk ik. Allee, dat is goed, dan gaan we ervan profiteren, hè. Als ze mij betaalt. Hela, dat heeft hem niet gezegd, hè.
Hij zal dat toch moeten doen, hè? Allee, ik ga naar de keuken, gelijk dat de patroon gezegd heeft. Wel ja, hij heeft er van alles klaargestoofd. Ga maar eens zien of dat goed is. Allee, dan is heel dat gedoe met Veronique en Isabel toch nog voor iets goed geweest, hè? Goed, waar is de Werner zijn koksmuts? Koks? Hela, die gaat toch niks aanvangen, hè? Rare dingen. Juist op tijd. Hier. Zeg, Senne, moet dat nu? Moeten? Nee, dat moet niet, maar... Niks zo goed tegen een kater als een goede joint. Hè. Hier. Ik heb geen kater. Ja, maar dat is goed voor van alles. Hè. Dat doet de microben van binnen. Jij hebt zweetvoeten, hè. Hier. Dat is goed tegen de zweetvoeten. Hier, probeer maar eens. Zeker, hè. Trouwens, je hebt toen laatst nog maar juist uitgedaan. Wat is dat met je, chunky? Zeg, moeder, jij gaat toch niet beginnen zagen, hè. Ik heb een kater, ik heb hoofdpijn, ik probeer me te ontspannen. Dat zou jij ook beter doen. Kom, hier zie. Dat is bij de onkel. Hier. Oh. Allee. Dag. Dag. Jij bent Anne, hè? Valérie. Ja. Hey. Hey. Ja, Felicia, had gezegd dat jij hier waart. Ik ben blij dat ik u eindelijk eens zie. Ja, dat is wederzijds. De moeder kan uw hulp goed gebruiken nu, zeker? Ja, daarom ook ben ik gekomen. Hallo, dag Anne. Dag Werner. Ik wist niet dat je terug waart. Ja, zoals gezien. Bon, ik zal jullie laten. Ja. Dag. Ja, sorry. Sorry. We moeten eens praten. Wat is het? Wat is het? Je zit erop te blazen, gij. Je moet dat niet blazen, je moet dat dan trekken. Ik blaas er jawel, niet op. Je zit erop. Allee. Allee. Voilà. Ziet je dat je erop blaast? Nee, het is al veel beter. Is het beter zo? Ja, veel beter. Zeg, je denkt echt wel dat ik een bleuke ben, hè? Dat ik nog nooit iets in mijn leven gezien heb of meegemaakt heb, ja. Zeker. Kijk, Marie, een joint, hè, dat rookt je niet om stoer te doen. Dat is gewoon... Daar zit een filosofie achter, ja? Ja, dat is zo. Je moet dat in een breder kader zien. Een joint, hè, dat rookt je om je te ontspannen, om na te denken. Dat... Je moet te ontspannen? Ja. Zeg, mag ik ook nog eens? Ah. Is dat een nieuwe? Mijn licht hier. Hij staat af. Hij staat af? Allee, dat is ook de eerste keer, hè? Ik denk net dat... Oh, god. Is die van papa? Amai, die gaat ook vloeken als hij ziet dat hij die vergeten is. Ik heb al gevloekt, ja. Shit. Shit. Ik kreeg het, ja. Vertel maar. Ik zal u niet lang storen, zo. Ik zal het kort houden. Ik ben naar hier gekomen om een regeling te treffen. Over Julieke. En ik ben niet van plan om mij te laten afschepen. Bon. Ik luister. Dat is wel een beetje raar, hè, om zo tegenover elkaar te zitten. Ja, ik heb daar ook niet echt voor gekozen. Ik mis u wel. En jij mij niet soms, een beetje. Ik weet, ik ben stom geweest. Dat vind ik ook, ja. Maar ik dacht dat het bij één stommiteit zou blijven.